Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe Shiny Race. Dit wordt Shiny Race nummer 6 ondertussen alweer, het is de vijfde video. En we gaan hier het vandaag opnemen tegen Laurelle 18, ook wel Vi. En Vi kende haar persoonlijk, ze is nu een maandje aan het streamen. En ze wilde graag de Shiny Challenge aangaan. En wie weet, even goede kansen als ieder, dat ze mij van die troon afschopt als de ongeslagen Shiny Koning. Van het internet. Maar ja, laten we eerlijk wezen, het gaat niet gebeuren. Maar goed, voor die kleine kans dat het dan toch gaat gebeuren, laten we de video gaan kijken. En laten we zien of het Vi gelukt is om de kroon van mij af te pakken. We hebben zo meteen 2 uur de tijd, jullie kunnen de timer op het scherm ook zien, om zoveel mogelijk shinies te vangen. Degene die aan het einde van de race de meeste shinies heeft, die wint. Mochten we na 2 uur tijd nog gelijkspel hebben, dan is het een kwestie van een tiebreaker, door gewoon te kijken wie als eerste dan de volgende shiny vindt. Nou, dus hoef je er niet druk over te maken. We gaan niet echt tot een tiebreaker komen. Na die 2 uur gaan we echt wel een beslissing hebben. Gaan we weten wie er gewonnen heeft. Laten we eerlijk wezen. We zijn al geslagen. Ik heb dat nu toe opgenomen tegen een flinke lijst met mensen. We hebben het opgenomen tegen de Art of Maas. We hebben het opgenomen tegen de Keffer. We hebben het opgenomen tegen Hench 2 keer. We hebben het opgenomen tegen Antquipment. En niemand, en ik bedoel niemand, heeft het voor elkaar gekregen om mij daadwerkelijk te verslaan. En dat gaat vandaag niet anders zijn. Vandaag gaan we gewoon op datzelfde tempo gaan wij door. En gaan wij van Laurelle 18 niks anders maken dan een extra statistiekje. In ons record in ongeslagen shiny race hebben we nog natuurlijk een straf voor de verliezer. We zijn uiteindelijk uitgekomen op de kabouterdans. waarom? I don't know. Ik heb geen idee, jongens. Er worden wat gekke dingen geroepen af en toe. Er gingen wat dingen langs. Nou ja, het kwam uiteindelijk uit op iets wat een beetje uit de jeugd of zo kwam bij Vi. En ik was er van, yo, dat soort dingen ken ik allemaal niet. Want toen was ik nog niet geboren. Zo oud ben ik ook weer niet. Maar toen kwam uit de kabouterdans, dat kent iedereen natuurlijk wel. Dus dat is wat Vi aan het einde van de stream straks mag gaan doen. Die gaat de kabouterdans mogen doen. Elk moment. Eens even kijken. Nou, ja, nou ja, dat heet timing volgens mij. Dat ja, heet ik timing. Ik dat jij elk moment kan joinen en in één keer poef. Dat heet timing, ja. Nou ja, ik zo hoorde doen we dat goed. Dat ik van jou de kroon op mocht, maar. Nee, hij ik, dat heb afgepakt. Ik zeker niet gezegd. Dat heb ik zeker. Ik heb hij gezegd is dat hij. Gewoon afgepakt ik, door Jeff. Mooi zo. Goed bezig, Jeff. Ik heb hij gezegd dat ik hem voor het afgepakt. Einde van de stream overmiddag gebroken wilde zien, namelijk. Dat is wat ik gezegd heb. Het is een hele dure kroon. Ja, dat dus zal maar de worst wezen. Je hebt niks gedaan om een kroon op je hoofd te hebben, dus je gaat ook geen kroon op je hoofd zetten. Heel simpel. Oh, is lief. Maar goed, heb jij je kijkers alle regels en alles al uitgelegd? Ik heb verteld dat zij deze stream niet mogen uitkiezen voor de outbreaks. En ze weten, want dat heb ik al de afgelopen tijd gezegd, binnen de 2 uur de meeste shinies. We hebben ook al ons doel voor de shinies gezegd. En dat jij de straf bekend maakt voor mijn stream. Oh, jouw publiek weet de straf nog niet. Oeh. Dus, draai een keer in het rond. Ja, precies, precies, precies. Draai je armen in de lucht. En nu zitten met een zucht. Sorry, ik zie mij helemaal voor me. Nou, in dat geval is jouw stream voorgelicht. Mijn stream is voorgelicht. Dan stel ik voor dat wij klaar gaan staan bij het hek. Ja, maar ik ben er gewoon mentaal nog niet klaar voor. Ja. Dit is echt gewoon compleet jezelf mentaal slopen. Er gaat een shiny van je wegrennen, want dat gebeurt bij iedereen die het tegen mij op durft te nemen. Je gaat ingemaakt worden, binnen een uur geef daarom, je het op. Dan heb je gewoon nog een uur te spelen. Sla je op voordat je een shiny vangt. Ja, maar dat gaat je niet lukken. Dat gaat je niet lukken, je gaat falen onder de druk. Mm-hmm. Er gaat te veel druk op zitten en dan gaat er iets fout. Ja. En of een alfa valt je aan en dan gaat het verkeerd. Er zijn zoveel manieren waarop het kan falen en het gaat je gebeuren. In tegenstelling tot jou, ik kan wel presteren onder druk. Ik kan, maar ik sta klaar bij het hek. Sta jij klaar? Ik sta klaar. In dat geval zou ik zeggen, als jij ons af kan tellen van 3 naar 0, dan kan ik de timer hier starten. Oké, 3, 2... 1, let's go! Oké, de timer loopt. We gaan ervoor. Ons eerste doel is Magmar, jongens. Oké, gaan ervoor. Jongens. Van het streamen begonnen. Je hebt mij ooit gezegd, je bent begonnen met streamen, zodat jij op deze dag, dat je mij voor de Shiny race kan uitdagen, mij eindelijk kan verslaan. Dit is de reden dat je bent begonnen met streamen. Ja, eigenlijk best leuk, hè? Ben je er klaar voor? Voel je ready? Nee, ik voel me niet ready, maar ik voel me nooit ready. Ik ben niet eens ready om volwassen te zijn en toch moet het. Begrijpelijk. Ja! De eerste!
kijken! Fucking Vulpix! Oh nee! Vulpix! Ren weg, Vulpix! Ren weg, Vulpix! Ren weg, Vulpix! Hoppa! Oh, nee, 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 nee. Hebben we hem gevangen? Hij zit net... Ja! Ja! De eerste shiny zit erin! De eerste shiny zit erin! Shit! Nee, 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 nee! Stout, stout, fiet, nee, stout! Follow! Lekker bezig, Dash Giant! Nu zijn we 13 followers! Ja! Oké, jongens, de volgende orde is... The Barrels, daar heb ik niks aan. Nog een shiny! Nog een shiny! Sorry, sorry. Welke is het? Oh, die slak. Die shellos. Ja. En hij zit erin. Oeh. En ik nog wel mensen krijgen over 3-4 outbreak. Oh, Matt dacht de shiny niet. Punten toch? Oh! Shiny Carnivine! Shiny Carnivine! Yes, die moesten we nog! Lekker! Full odd shiny, let's go! Lekker man! Was het bij je reset of was je op Ja, bij de reset. We gingen de reset draaien naar de unknowns toe. Dus Lekker! Hallo, ik gooi er een Typlosion op af. Die mis ik ook gewoon nog. Die stond nog op mijn lijstje van Pokémon's die ik nog moest hebben. Lekker man! Dat scheelt weer, die hoef ik ook gewoon niet te gaan 100% van mijn Pokédex. Gefeliciteerd! Oh, oké. Thank you. Dit is niet hoe normaal de shiny races gaan. Normaal zijn mensen... heel gemeen en toen we heel competitie en shit, maar dit is heel dit is hele rare reverse psychology die je doet, ja. Je hebt niks te maken met deze battles, dus kom er ook niet bij dan. Shiny Buizel! Lekker! Safe gemaakt, let's go. Mass of Mass Outbreak of gewoon Mass Outbreak? Gewoon Outbreak. Let's go, oké, dan staan we. Als het tenminste in de bal blijft zitten. Mensen, ga met je geluid aanspelen. Dit was de juiste keuze, jongens, om op Weasel te gaan. Nou, dan heb ik nou even de tijd om een slokje te nemen, Dash Giant. Thank you very much. Kijk eens aan, jongens, de score staat weer 2-2. Staat weer 2-2. Ja, hou jij 15 seconden gewoon even je scherm in, weet ik veel welke optie. Ja, nee, niet van... Ja, shiny! Shiny Paris, yes! Okay. Ga de Paris gooien. Maar nu sta jij voor? Nu sta ik 3-2 voor, ja. Ja. Maar ik was even aan het vertellen, ook voor de mensen jou in chat misschien. Ik had mijn eerste shiny... Oh, nog een shiny, let's go! Shiny Onyx! Dat is 4-2! Lekker! Zie je, je moest gewoon nog even op gang komen. Moest er even opwarmen, ja precies. Ik heb gezegd, hè, ik ga een persoonlijk record neerzetten vandaag, dus... Het zou kunnen. Oeh, dit gaat lekker, jongens. Dit gaat lekker. Zo voor de mensen die er zijn trouwens, die nog niet in de Discord zitten. Ik zal uitroepteken Discord. Dan komt het linkje mooi voor jullie in de chat. En hij blijft zitten. Kijk eens aan. Lekker, man. Gefeliciteerd. Even zien. Niet die hebben... Thank you very much. 4-2. Ja, shiny Eevee! Fuck shiny... yeah! Oeh, Eevee. Oeh. Maar nou ja, dan moet je de keuze gaan maken wat het wordt. Als hij niet wegrent. Heb je safe kunnen maken? Hier, bakkers. Oh, dat was een hele goede keuze. Heb je een safe kunnen maken? Ja, en hij blijft zitten. Oeh. Dan is de score nu 4-3. Zie jij dat? En 0-30 is de beste. 0-30 is de beste. Shiny! Welke heb je shiny? Growlithe. Oeh, die is nice. Die is nice. Die is echt nice. Ik dacht heel even dat het de Alpha Growlithe was, maar die was het dan weer niet. Oh, dat is dan weer jammer. Maar gefeliciteerd, echt. Heel nice. Die is ja, de score gaat zo naar 5-3. Als die daadwerkelijk gevangen is, gaat hij naar 5-3, Brad. Kijk eens aan. Oh, die is mooi. Ja, die is echt heel mooi. Oh ja, dat kan inderdaad niet. Het uitklap Mike, ja, dan kan je een beetje moeilijk een kap eroverheen zetten. Ja. Oké, ik dacht eigenlijk al dat hier geen shiny in deze zat. Maar de score, voor jouw viewers ook even. Het is nu 5-3. Ja,
jongens, wat is dit? Het is gewoon in je chat triept. Oh, yes! Shiny Hippo! Oh, die is zo vervelend. Die heb ik al echt 2-3 keer. Ja, dit is pas mijn tweede die ik gewoon in deze game vang. Oh, gefeliciteerd. Ik wil ze allemaal nog, zeg maar, ik wil de hele family voor die hebben, dus. Ook, mannetjes en vrouwtjes, zeg maar. Ja, oké. Okay. Gefeliciteerd. Let's go. Nou, nu heb je officieel gewonnen, denk ik. Hoezo? Je hebt nog 36 minuten. Nee, ik denk niet dat ik in die 36 minuten nog 3 shinies ga vangen. Heb je gedaan aan content om dat te doen? Ja. Hey, shiny Magikarp. Lekker. Weet je wat dat betekent? Jij hebt je record verbroken. Persoonlijk recordje. Woe! Tenminste, tenzij Magikarp nu wegrent, want ik heb geen save gemaakt. Magikarp rent toch niet weg? Je weet het maar nooit. Ja, je weet het maar nooit. Of dat hij zich doodstruggelt. Even kijken. Hey, maar hoe heb je dat van elkaar gekregen? Wat voor content maak je dat jij aan al die followers komt? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb zo'n vermoeden dat dat komt door de streams die... Dat je mogelijk streams doet voor Sword and Shield. Want daar zijn over het algemeen is dat wel content... allemaal verschillende games spelen. Ja, oké. Dat is sowieso altijd wel een goede. Ja. Beetje variatie in je content te hebben kan geen kwaad. Ik heb er ook veel te veel van Shiny. Ja, ik heb er nog 0. Nummer 8. Petalil? Lickitung. Nee, ik ben nog niet bij Petalil aangekomen. Oh. Nee, Marlins, de Marlins is mijn beste gebied voor vandaag. Dat kan ik je wel zeggen. Nou, je hebt gewoon je record met 2 verbroken, man. Ik kon gewoon achter dat Lickitung lopen en een Gigaton-bal op hem gooien. Hij boeide hem helemaal niks. Wauw. Oké. Bijzonder. Ik vind jouw shiny look wel echt ziek, gozer. Het is echt gestoord vandaag. Echt. Het is niet gezond. Het is niet leuk. Het is niet gezond. Ik bedoel, ik ben heel blij voor je hoor, Danny van. Echt 8, heel blij. 3. Vlak strand. Nog 30 seconden. Tik. Jullie worden ook echt allemaal aggro, hè? Waar je niet vindt. 5. 4. 3. 2. 1. Tijd is op. 1-9 shiny. Helaas. Maar ik bedoel, 8 is nog steeds een persoonlijk record. Dus. Nee, jongens, aan het einde van de dag blijft hetzelfde. Een nieuwe uitdager, een nieuwe dag, een nieuwe race. Maar dezelfde uitkomst als altijd. En nog steeds. De ongeslagen shiny koning van het internet. Team DVG. Thank you very much. Het was weer een lekkere shiny race, jongens. Dit was dan shiny race nummer 6, als ik het goed zag. Kijken. Maas, Keffer, Heinz 2 keer een end. Ja, dit was nummer 6. Nog steeds ongeslagen, zo zien we het graag natuurlijk. De muziek is al begonnen. Kom, sta maar allemaal recht. Zet de tafels en de stoelen aan de kant. Staat hij op YouTube wel hard genoeg, schat? Die tafels en stoelen aan de kant zitten. Wat is dat voor een rare dans? Dat plus, de dans is nog niet begonnen. Oh, ik word ook meezingen, wordt gezegd. Grote kans dat ik een beetje meezing, hoor. Ik uit, succes. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed. Oh, ik vind dit zo leuk. Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit. Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Wat een ruzie om een meisje, hè? Ik zal eens iets zeggen, Ella. Jij mag straks met mij dansen. Oké. Ik vind het geweldig, maar heb je hier niet mee? Ik heb nu wel in één keer spontaan zin in tequila. Kom, Ella, jij mag met mij dansen. Hele gekke associatie. Ja. Oh, Matsie danst mee. Wat leuk. Ja, het is wel een goede bas, hè, jongens. Goede bas in de doen. Ik vind dit op zich, de muziek inderdaad is wel heel leuk. Ik vind het leuk. Ik zou willen dat ik dat dansje uit mijn hoofd zou kennen. Daarom doen
het rond. Stap met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in het rond. Stap met je voeten op de grond. Armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in het rond. Ja, het begin moet worden. Ik wil sneller dan dat het liedje gaat. Oh, ook echt dat ze zo doen in het dansje. Geweldig. They were dabbing before it was cool. Ja, nee. Dat... Nou jongens. Dat was de kabouterdans. Ik hoop dat jullie genoten hebben van die video. We hebben flink onze best gedaan. 8-3 is echt een gestoorde eindstand. Echt een gestoorde score uiteindelijk geworden. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen. Als jullie genoten hebben van de video, vergeet dan niet even een like, een comment en een subscribe te doen als je dat nog niet gedaan hebt. Als je dat al gedaan hebt, dan zie ik jullie graag gewoon weer terug bij de volgende video. Tot ziens!